Frans Hagen. Hij is vandaag hier in Almelo, de bijaardier, die op het carillon gaat spelen. Een speciale estafette in het kader van 75 jaar Almeloze vrijheid vanwege de Tweede Wereldoorlog die we hebben gehad. Frans, hoe is het om hier vandaag te mogen spelen? Ja, het is natuurlijk wel bijzonder. Helemaal in deze bijzondere tijd natuurlijk, hè, met het hele corona gebeuren. Wat dat bij zich meebrengt is nu dat het heel rustig is. Het is stil in de stad, maar het is mooi weer, dus heel veel mensen zullen in de tuin zitten. In de omgeving van de toren die het allemaal kunnen horen. Dus het heeft ook weer een voordeel dat het dus heel goed duidelijk overkomt. Ja, en je speelt in meerdere steden, hè? Vandaag is Almelo de aftrap, heb ik begrepen, hè? Voor mijzelf. Maar het is natuurlijk al een tijd bezig. Het is in het najaar begonnen in het zuiden. Ik dacht uit mijn hoofd in Maastricht, ik weet het niet zeker. Het is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Gokkenspelvereniging. En het is een estafettevorm. Dus alle plaatsen waar op die dag de plaats zelf is bevrijd, waar een carillon is, en dat zijn er heel veel, wordt door de plaatselijke bijen die hier een concert gegeven met eigenlijk aangepast repertoire. Maar wat voor repertoire ga je vandaag zoal spelen? Nou, ik begin natuurlijk met het Wilhelmus. Dat past bij zo'n dag, hè, het nationale volkslied. Er zullen wat melodieën uit Valerius Gedenkklank komen. Oude geuze melodieën, merk toch sterk onder andere. En natuurlijk het repertoire wat in de bevrijdingstijd heel veel werd gespeeld. Give Me 5 Minutes More, Sentimental Journey. En natuurlijk Veralin, hè, aan het eind We'll Meet Again. In dat soort repertoire. Appeltjes van Oranje, noem maar wat. Ja, en We Will Meet Again, ja, dat is wel iets wat heel erg passend is in deze coronatijd. Ja.